In deze video gaat het over het onderwerp de kruistochten, die zich afspeelt in de tijd van steden en staten, oftewel de late middeleeuwen. Als we het hebben over kruistochten, dan gaat het eigenlijk over een deel van een ander onderwerp, namelijk de zogenaamde christelijke expansie, oftewel de uitbreiding van het christendom. En we gaan in deze video dan ook kijken op welke manieren de invloed van het christendom na het jaar 1000 verder toenam. Als we dan gaan kijken naar die christelijke expansie, de uitbreiding van dat Christendom, dan kun je zeggen dat dat zowel binnen Europa plaatsvond. En dan gaan we met name kijken hoe, dat, hoe ze dat deden met de vervolging van andersdenkenden, om andere mensen tot het Christendom te bekeren, en hoe dat buiten Europa ging. En dan gaan we met name kijken naar de kerstening van dunbevolkte gebieden in Europa, de zogenaamde Reconquista, en daar komen ze de kruistochten. Starten we met eigenlijk de uitbreiding van het christendom binnen Europa. Dan gaan we vooral kijken naar de vervolging van andersdenkenden. De katholieke kerk wilde iedereen uh, katholiek maken. En iedereen moest dan ook doen wat de kerk zei. En deed je dat niet, uh, was je een zogenaamde afvallige gelovige. Dan werd je ook wel ketter genoemd. En dan probeerde de kerk er alles aan te doen om het je te, te bekeren. Dat konden ook uh, niet alleen maar christenen zijn, maar dat konden ook niet-gelovigen zijn, of joden of andere uh, gelovigen. En als je dat niet vrijwillig deed, uh, ja, dan werd je voor een kerkelijke rechtbank uh, gesleept, de zogenaamde inquisitie. En die inquisitie die uh, moest je dan uh, ja, op andere gedachten proberen te brengen, waarbij marteling uh, toegestaan was. Om je op de meest gruwelijke manieren pijn te doen, uh, moest je dan geprobeerd worden om jou tot het christendom te bekeren. Het christendom wilde zich ook uitbreiden naar uh, ja, niet-christelijke gebieden in Oost-Europa. Um, dat kwam omdat christenen op zoek waren naar nieuwe gebieden. Uh, en met name de ridders van de Duitse Orde, en je ziet ze hier rechts afgebeeld, die hielden zich bezig met het onderwerpen van uh, gebieden in Estland, Polen, Hongarije, met name dus gebieden in Oost-Europa. En de, de reden waarom ze dat met name deden was het feit dat er landgebrek was. Um, en dat landgebrek voor die christenen was vooral het gevolg van, van het feit dat de christenen met name te maken hadden gekregen met een grote bevolkingsgroei. En ze een letterlijk gebied nodig hadden om te kunnen leven. Daarnaast had je ook de zogenaamde Reconquista, want we hebben in de vorige video over de Islam gezien dat met name moslims het zuiden van Europa hadden veroverd en met name dus Spanje en Portugal. En dat die uh, Spanjaarden en die Portugezen en ook mensen in het uh, Frankische Rijk daar niet blij mee waren. En ze wilden heel graag dat gebied heroveren. Heroveren op uh, de moslims. En het doel dus van die Reconquista, die eigenlijk al begint vanaf de 8e eeuw, was uh, ja, die moslims verjagen uit Spanje en Portugal. En dat gaat de ene keer goed en dat gaat de andere keer slecht. Uh, dat betekent eigenlijk een soort golvenbeweging. Je ziet dat ook hier op de kaart rechts. De verschillende kleuren. Die geven aan wanneer die herovering plaatsvond. En uiteindelijk slagen de, ja, de, je zou kunnen zeggen, de christelijke ridders erin om in 1492 Spanje weer helemaal te heroveren op de moslims. Dus met andere woorden, Spanje en Portugal weer helemaal christelijk te maken. De bekendste vorm van de christelijke expansie buiten Europa was misschien wel, of waren misschien wel de kruistochten. Uh, omdat die meestal de verbeelding spreken en ook wel uh, heel lang hebben geduurd. Uh, en het doel van die kruistochten was om de moslims te verdrijven uit het heilige land. Het land dat we tegenwoordig uh, zeg maar Israël noemen in het Midden-Oosten. Omdat daar natuurlijk heel veel heilige plaatsen waren voor de christenen. Met name ook Jeruzalem. En Jeruzalem was uh, ja, overgenomen door of ingenomen door de moslims. En dat wilden de christenen uh, aan alle kanten proberen te voorkomen. Of in ieder geval, ze wilden die stad weer heroveren. Ze wilden dus ook de christelijke heiligdommen in het Midden-Oosten gaan beschermen tegen de moslims. En in 1095 roept paus Urbanus II, en je ziet hem hier rechts op de afbeelding in het midden, roept dan op bij een kerkvergadering, bij het zogenaamde Concilie van Clermont in Frankrijk, op tot een, tot een kruistocht, tot de eerste kruistocht, om in dit geval dus de moslims te gaan verdrijven in Jeruzalem. Die kruistochten, die, uh, het woord zegt het al, dat zijn er niet één uh, geweest, maar dat zijn er veel meer geweest. Van 1096 tot 1272 zijn er maar liefst negen kruistochten geweest. die uh, als doel hadden om dat Heilige Land te veroveren op de moslims. En het was de ene keer een succes, en de andere keer een, een minder succes. En de ene keer slaagden de christenen erin om Jeruzalem voor een tijdje in te nemen. Maar daarna werden ze weer verdreven door de moslims. Dus kortom, je zou kunnen zeggen die kruistochten, dat is een wisselend succes geweest. En je zou ook kunnen zeggen dat er geen blijvende christelijke veroveringen zijn geweest in het Midden-Oosten. Uiteindelijk moesten de christenen zich weer terugtrekken uit het heilige land. En was dat land voor het grootste deel ook weer in handen van de moslims. De vraag is alleen, waarom gingen die christenen nou eigenlijk zo graag op kruistocht? Want ze wisten natuurlijk van tevoren dat ze dat misschien wel met de dood moesten bekomen. Dus wat waren nou de redenen voor mensen om op kruistocht te gaan? Als je kijkt naar de adel, met name de ridders, dan waren die vooral gebrand op roem, op eer en misschien wel om een land uh, in een, uh, aan een bezit toe te voegen. De paus beloofde vaak ook dat als zij erin slaagden om het heilige land te veroveren, dat ze dan op de heen of de terugweg het gebied wat ze in handen hadden genomen of hadden bezet, dat ze dat ook mochten houden. En daar hadden heel veel ridders wel oren naar. Maar behalve ridders ging ook het gewone volk vaak mee en die werd met name aangetrokken ook weer door dat land wat ze zouden krijgen van de paus, maar ook vanwege de vergeving van de zonden. De paus, de paus zei: Als je meegaat op kruistocht, dan kun je zonder vergeven worden. En beland je een minder lange tijd in het zogenaamde vagevuur. En kan je eerder in de hemel terechtkomen. En dat wilden natuurlijk heel veel gewone volgelingen. Heel veel gewone christenen heel graag bereiken. En dan had je nog de handelaren. Die zagen wel handelsvoordelen in het. Uh, in Die kruistochten, want ja, doordat je op kruistocht ging, kwam je ook in andere gebieden terecht en kon je misschien wel handelsroutes aanboren en met nieuwe producten waar je dan weer heel veel winst uit kon eh, halen. Kortom, er waren diverse redenen om op kruistocht te gaan. Toch hebben die kruistochten eh, aan de ene kant positieve gevolgen gehad, ondanks het feit dat ze er eh, niet in slaagden om eh, dat, dat uh, Heilige Land te veroveren en aan de andere kant ook negatieve gevolgen. En ik loop ze even één voor één langs. Als je gaat kijken naar de positieve gevolgen, dan zou je kunnen zeggen dat in ieder geval de handel werd bevorderd door al die kruistochten. Want ja, zoals die handelaren al dachten, je komt door verschillende gebieden heen, je komt in aanraking met andere volkeren en daardoor kun je ook je producten aan meerdere mensen verkopen en kom je ook misschien in aanraking met andere soort producten. Dus dat in ieder geval was een positief gevolg van die kruistochten. Daarnaast. Kwamen de Europeanen, de, Europea de Europese christenen, ook in aanraking met uitvindingen die met name door de Arabieren waren gedaan? Denk bijvoorbeeld aan het kompas, dat door de Arabieren, door de moslims was uitgevonden, of in ieder geval werd toegepast, waardoor de Europeanen daar ook kennis mee maakten. En ook de Arabische wetenschap, die waar ze mee in aanraking kwamen, die had hele grote invloed op de Europese wetenschap. Arabische geleerden hadden bijvoorbeeld kennis van verschillende volken verzameld en die hadden ze ook verder ontwikkeld. En zo gebruikten Arabische wiskundigen bijvoorbeeld ook Indiaanse teksten over meetkunde en andere vormen van wiskunde. En hadden ze ook oude uh, teksten bewaard die in West-Europa al lang weer verdwenen waren. Dus kortom, die Arabische wetenschap heeft grote invloed gehad op de Europese wetenschap. Uh, en dat zijn allemaal positieve zaken die je kan, zou kunnen koppelen aan de kruistochten. Daarnaast zijn er ook negatieve gevolgen, want ja, een kruistocht is geen uh, een vakantiereisje. Het is een, een oorlog. Uh, waarbij ook tienduizenden doden en gewonden vielen. Um, en ja, je, je liep een grote kans om die, uh, die kruistochten met de dood te bekopen. En daarnaast zijn er ook heel veel vreedheden en plunderingen ge, uh, gepleegd door uh, beide partijen, zowel de moslims als de christenen. En uh, ja, is, uh, is, zijn die kruistochten uh, niet, uh, niet geweest om uh, het allemaal zo mooi te en zo vrolijk te laten zijn. Nou, als, je dan, als we dan terugkeren naar de hoofdvraag van deze video. Namelijk, op welke manieren nam de invloed van het christendom naar duizend verder toe? Want hoe je het ook weet of verkeerd, die kruistochten hebben wel voor uh, ja, meer invloed gezorgd. Dan zou je een aantal conclusies kunnen trekken. Ten eerste uh, zorgde het christendom ervoor dat ze meer uh, volgeling of meer uh, ja, gelovigen kregen. door anders denkende te vervolgen. En dus met andere woorden. Uh, aan hun geloof toe te voegen, door uh, desnoods een inquisitie of martelingen. Uh, bovendien trokken christenen naar dunbevolkte gebieden in Oost-Europa, waarbij het geloof dus letterlijk zichzelf verspreidde naar delen waar uh, ja, minder mensen woonden. Uh, de Reconquista heeft ervoor gezorgd dat Spanje en Portugal weer in handen kwamen van de christenen en de moslims werden verdreven. En uh, hebben de kruistocht er ook voor gezorgd dat het christendom misschien niet het heilige land hebben veroverd, maar wel grote gebieden in, uh, in het ja, Middellandse zeegebied uh, en ook uh, delen van het Midden-Oosten hebben uh, bekeerd. Met andere woorden, het christendom heeft zich vanaf 1000 steeds verder uh, uitgebreid en is ook steeds machtiger geworden.